Door de mooie, grote gekrulde haren, de korte cocktailjurkjes en de hoge stilettenhakken van minimaal 13 centimeter, vergeet je wel eens dat de missen van de Miss India Holland verkiezing niet alleen te maken hebben met de glitter en glamour. Op 25 januari 2014 zullen deze schoonheden strijden voor de felbegeerde kroon. Miss India Holland brengt deze missen op weg naar zelfvertrouwen en succes. Met volgeladen koffers, met jurken, schoenen, haaraccessoires en make-up arriveerden de missen op Center Parks De Eemhof, waar zij een weekend lang werden gevolgd door ons camerateam. Gelukkig lift gevonden. We zitten in mijn penthouse boven. Een geweldig verblijf in een super deluxe penthouse. Hoe zullen de dames daarop reageren? We zijn vandaag met 13 missen zijn we aangekomen in Center Parks en het was echt geweldig. We zitten in een onwijs mooi appartement, onwijs luxe en vooral de gezelligheid is top. En dat zullen jullie ook terugvinden op beelden en jullie zullen het zien. Natuurlijk in een prachtig mooi huis en er wordt een beetje een situatie gecreëerd alsof dat je juist heel erg vriendschappen kan sluiten, maar er kunnen ook een beetje botsingen ontstaan en dat is eigenlijk een beetje een ander soort realiteit nabootsen. En ik ben voor mezelf best wel een teamplayer en dat zal deze dagen ook wel naar voren komen, maar uiteindelijk ben ik hier nog steeds in de race voor de kroon en dat is echt wat ik wil. Ja, soms moet je ook voor jezelf kiezen, maar in dit geval moet ik dat goed kunnen combineren met het samen spelen en samen denken. En ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Tot nu toe vind ik het heel erg leuk en spannend. We weten ook niet wat ons te wachten staat eigenlijk voor het volledige weekend. Wij krijgen net als in Holland's Next Topmodel en America's Next Topmodel zo'n mail. En daar staat dan zeg maar het vervolg in wat wij volgende dagen of komende tijd gaan doen. Daar staan onze opdrachten in. En dat vind ik echt heel leuk, want net als een echt televisieprogramma werkt. Dat vind ik het gewoon super, super vet. Nu alle missen zijn gearriveerd, wordt eindelijk het startschot gegeven vanuit de organisatie. Dames, vandaag is de eerste dag. We zijn net aangekomen. En nu gaat het beginnen. Hallo, dit zijn twee! De dames nemen de quote Fight for Your Dreams wel erg letterlijk op dit moment. Is dat de camera? Yes! Waar de meiden aan de ene kant erg veel lol hebben bij het selecteren van de kamers, gaat het er aan de andere kant iets anders aan toe. Samen wonen of zo, weet je. Hou die tv, hou die feu. Heb je deze?
geen contact met familie en vrienden. Ze hebben nu alleen elkaar nog. Elk uur dat ze wakker zijn, zullen ze met elkaar moeten doorbrengen. En zullen ze ervoor moeten zorgen dat al het harde werk tot een goed resultaat komt. Good morning! Thank you! Good morning! Hey there, sunshines! Lange dagen, korte nachten, intensieve trainingen en daarbij ook nog eens op en top aanwezig zijn tijdens de geplande uitjes en events. Dit is niet alleen een overwinning, maar ook een grote test voor hun uithoudingsvermogen. En dit allemaal voor één goed doel, de kroon van Miss India Holland 2014. Kijk volgende week hoe de spanningen beginnen op te lopen en de organisatie op haar streep kan staan. Ja, maar als ik dan een idee heb, is het gelijk... Ja, iedereen, ja, precies. Ja. Ze wordt echt aangevallen, gewoon letterlijk. Weet je, we hebben een kamerindeling gekregen. Ik weet mijn kamer, ik ga slapen. Geen respect betekent ook misschien wel disqualificatie. Want ik vind dat niet kunnen. Onthoud dat goed. Kijk volgende week weer naar Miss India Holland 2014 Behind the Scenes.